Welkom bij deze online lezing Charisma. En waar ik vandaag mee wil beginnen is met een hele mooie quote. En dat is, you are the light of your soul. En dat is wat voor mij charisma is, dat je het goddelijke licht bent. En je hebt je divine light. En hoe ga je dat nou uitstralen? Nou, ik heb daar een aantal jaren geleden onderzoeken over gedaan, over charisma, samen met Lisette van Triet. En in de tussentijd heb ik heel veel bijgeleerd. En dat staat niet in het boek. Dus vandaag wil ik je vooral gaan vertellen wat er allemaal niet in het boek staat, maar waarvan ik wel denk dat je het moet weten als je meer charisma wilt. Charisma, dat kan iedereen leren. Ik zie charisma, het trainen van charisma, als het trainen van je buikspier. Als je je buikspier traint, wordt je buikspier strak en mooi. En als je dat daarmee stopt, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dan zakt dat al heel snel in en is het weer gewoon een plumpeding. En zo werkt het ook met je charisma. Als je dat niet bijhoudt en niet dagelijks en daar dagelijks niet mee bezig bent, ja, dan is het ook zo weer weg. Kan iedereen dan charismatisch worden? Nou, ik denk van wel. Ik denk dat iedereen in elk geval charismatischer kan worden dan hij nu is. Want je nog meer je divine light, de light of your soul, dat je dat kan uitstralen. En hoe je dat kan doen, dat wil ik je vertellen aan de hand van de 8 stappen van het boek. Ik ga ook even mijn scherm met je delen. Zo, nou. Kijk, hier zie je in ieder geval een aantal charismatische mensen. Ja, Obama, Oprah, Katja Schuurman uit ons eigen land kwam er ook in de voren. En de 8 stappen, dit zijn de 8 stappen. Ik begin dus bovenaan, communicatie. Ja, en communicatie. Iedereen weet natuurlijk van alles over communicatie. Maar het belangrijkste wat mij betreft is het zijn in het hier en nu. Dus dat je nu kijkt, wat heeft die andere persoon nodig? En dat je dat straalt, wat die andere persoon heeft, dat je dat straalt vanuit je ogen. Heel veel mensen die ik train, die lachen zich vaak weg. Die beginnen al te lachen, terwijl er nog helemaal niks te lachen is. Omdat ze misschien willen pleasen of aardig gevonden willen worden. Dus er wordt heel veel weggelachen. En ik raad je dus aan om die lach, om die vanuit de ogen te laten zien. Dus, en wanneer ga je echt stralen? Je gaat stralen als je het hebt over iets wat jou werkelijk raakt. En ik merk dat heel veel mensen wat toffige ogen hebben. Misschien herken je dat ook bij mensen, dat ze niet stralen. En dat is helemaal niet leuk om naar te kijken. Het is veel leuker om te kijken naar iemand die echt zijn passie volgt. En dat raad ik ook iedereen aan. En heel veel mensen die zeggen, ja, maar het is voor jou makkelijk, want jij verdient hier geld mee en ik niet. Maar ik ben ook ergens begonnen. En ik denk dat iedereen zijn of haar geld kan verdienen met zijn passie, met zijn licht, met zijn zielentaak, zielsmissie, geef het een naam. Maar wat je daadwerkelijk van binnen voelt, want ik denk dat we alle één zijn en dat we ook moeten geloven in die eenheid. En dat we dus Maar dat iedereen binnen die eenheid wel uniek is. Bijvoorbeeld, alles heeft direct resultaat. Bijvoorbeeld, je lijf is natuurlijk ook één. Op het moment dat je de natuur in gaat, op het moment dat je gaat sporten, op het moment dat je veel water gaat drinken, gezonder gaat eten, meer gaat slapen, dan heeft dat direct effect op jouw lijf. Ik denk dus ook dat alles wat jij doet, wat in het teken staat van jou, zielsmissie, dat direct effect heeft op mij, op de anderen, op de wereld, op de hele mensheid. En dus ze zeggen ook niet voor niks, een goed begin begint bij jezelf. En elk ding wat jij doet, dat heeft effect. Dus als jij meer het goddelijke licht uit jouzelf gaat stralen naar anderen, gaan anderen dat ook meer doen. En het heeft dus echt effect. En dat blijkt ook uit onderzoek, dat als mensen in een bepaalde plaats tegelijkertijd mediteren en licht verspreiden, dat er op dat moment minder criminaliteit is. Dus dat onderzoek wijst dus ook uit dat het echt zin heeft om jouw life purpose te leven. En dat communiceer je dus vanuit die ogen. En hoe je dat ook heel mooi kan doen, dat noem ik de stempelmethode. Dus dat je jouw life purpose in één zin zegt en voelt en bedenkt
en daar ook echt in gelooft. Ik ben nu bezig met life and business classes. En we zijn nu heel erg bezig om die zin helemaal te doorleven. He, want als jij er zelf niet in gelooft, gaan anderen er ook niet in geloven. En als jij jouw life purpose in 2 zinnen zegt, dan kunnen mensen het dan niet meer onthouden. Of in een hele lange zin. Of dat je je zin bijvoorbeeld omhoog doet. He, dan denkt ook iedereen, nou, geen idee of het wel echt zo is. Nee, maak je zin omlaag, zodat mensen echt weten dat het zo is. Dat jij het voelt. En er zijn heel veel dingen die je kan doen in die communicatie. Maar goed, bedenk dus je ene life purpose zin. En ik zal je een aantal voorbeelden geven. Voorbeelden die ik vaak terug hoor van mensen is: ik wil jou laten stralen. Ik wil jou helpen groeien. Ik wil jou helpen de beste versie van jezelf te zijn. Ik wil mensen verbinden. Ik wil jouw huid laten stralen, zodat je meer zelfvertrouwen krijgt. Nou, dat zijn een aantal voorbeelden van life purpose zinnen, van zielsmissies die mensen hebben. En dan raad ik vervolgens aan om dit denkbeeldig op je voorhoofd te schrijven. Dus doe dat maar eens. Bedenk eens die ene zin. En schrijf hem denkbeeldig op je voorhoofd. En straal die naar de eerste beste persoon die je tegenkomt. En straal die ook nu terug naar de camera. He, want alles is frequentie en dat is dus te voelen. Ook als je bijvoorbeeld aan water of aan thee, als je daar iets aan meegeeft, dan verandert dat water. Dat blijkt ook uit onderzoek. Dus als jij nu iets uit gaat stralen, verandert jouw frequentie en jouw vibratie. En zullen er ook meer mensen met jou willen samenwerken en communiceren. En die stempelmethode, die kan dus ook per groep, stel je voor je spreekt voor een groep, of je spreekt voor een camera, of je spreekt voor 1 persoon, je hebt een gesprek met 1 persoon, dan kan elke keer kan jouw stempel ook verschillen natuurlijk. Ja, want je kan natuurlijk je zielsmissie erop zetten, maar je kan ook erop zetten van wat wil je op dit moment uitstralen, bijvoorbeeld professionaliteit, enthousiasme. Liefde, kennis, er voor jou zijn. En dat zijn allemaal dingen die je kan uitstralen. En dat gaan mensen ook voelen. He, dat je, ik heb dat ook gezien. Ik heb een keer een lezing gezien van iemand. En toen ging ik daarna even naar de wc. En toen zeiden de mensen, die man die staat er alleen maar voor zichzelf. En ik geef ook lezingen. En toen dacht ik, oh, wat zou dat erg zijn als mensen dan op de wc tegen elkaar zouden zeggen, nou, die vrouw die staat er alleen maar voor zichzelf. En vanaf dat moment heb ik de stempel op mijn voorhoofd gezet, ik ben hier voor jou. En de eerste beste keer dat ik dat deed, en ik zette dat op mijn hoofd, en verder, ik vertelde dat natuurlijk niet, maar ik had het wel op mijn voorhoofd gezet. Toen gaven mensen mij terug van, ik had echt het gevoel dat je er voor ons was. Ja, toen viel ik natuurlijk bijna van mijn stoel af. En ik heb het ook een keer gehad met een van mijn masterclass deelnemers. Die had charisma op haar voorhoofd gezet. En de volgende dag had zij een bijeenkomst. En toen moesten mensen haar typeren. En toen noemde zij haar charismatische Chantal. En ja, dus zij viel ook van de stoel af. Weet je, dat het dus blijkbaar dat mensen dus ja, dat kunnen voelen wat je uitstraalt. En je kunt natuurlijk ook dat thuis gaan toepassen. Je kunt natuurlijk ook zeggen van, hey, als je thuis komt bij je partner, dat je een hele andere stempel, hè, want als jij bijvoorbeeld mensen wil helpen groeien, dat kun je natuurlijk thuis bij je partner ook. Je kan ook zeggen van, ik ben lief en relaxed voor jou. En dus dat je niet meer in die in die andere modus zit. Al vind ik wel, heel veel mensen hebben het over een balans tussen werk en privé. Heel veel mensen zijn daarna op zoek. En ik geloof daar niet in. En daar ga ik binnenkort ook een blog over schrijven. Ik geloof dat je 1 bent. Dus als jij mensen wilt helpen groeien, dan wil je dat ook in je relatie. Dus het mooiste zou zijn als je altijd dezelfde stempel hebt. Omdat je 1 bent en dat het zo... En dat je dus ook alle beslissingen die je neemt, alle producten en diensten die je aanbiedt, als je ondernemer bent of als je dat niet bent,
dat je het werk doet wat er zo ontzettend mee resoneert met jouw zielsmissie, dat het daaronder past. En dat je elke dag bedenkt van, hé, hey, wat is nou vandaag die one thing wat ik ga doen, wat bij mijn zielsmissie past? En ja, als je het hebt over mijn zielsmissie, hè, mensen dichter bij, hè, bij hun goddelijke licht brengen, dan past natuurlijk een online lezing Charisma daar heel goed bij. Dat is voor mij vandaag de one thing die ik echt gedaan wil hebben, omdat ik dat wil delen. En niet alleen in het boek, want volgens mij, ik weet niet of je dat boek ook had gezien, dat zag je net even, hè, de cover met Maxima erop. En dat is een prachtig boek en dan kan je, het is echt een zelfhulpboek om meer charisma te krijgen. Maar er staat in elk geval niet in wat ik vandaag in deze lezing vertel. Dus ik denk als je dat boek hebt met deze lezing, ja, dan heb je al een heel stuk meer. En wil je dan echt meer, dan kan je de online classes over charisma in de toekomst volgen. Als je zegt van nou, ik wil echt persoonlijk aan de hand worden genomen om mijn charisma te vergroten. Omdat je het misschien lastig vindt om alleen te doen of omdat je beseft dat we elkaar spiegel zijn en dat een ander je daar veel beter bij kan helpen. Omdat je het vaak zie je eigen licht niet. En dat ziet een ander vaak wel. Nou, communicatie. Dat is wat ik over communicatie wilde vertellen. Wat wel heel triviaal is, maar toch wel graag wil benoemen, is luisteren. We zijn heel erg geneigd om te luisteren, omdat we dan vervolgens zelf iets willen vertellen. Misschien herken je dat bij jezelf of bij anderen. Ik herken dat ook wel. Dan wil ik gewoon, vooral als ik iemand leuk vind, dan ga ik heel veel praten. Maar dat is natuurlijk helemaal niet handig. Hè? Dus dat je luistert om te zijn en wel ziet wat er gebeurt. Als je in de tussentijd vragen hebt, dan behandel ik die natuurlijk. Dus stel gerust je vragen. Hair en beauty. Wat ik heel veel zie is dat mensen als ze ouder worden, dat ze hun voorhoofd, dat ze dat willen verdoezelen. Dus dat ze dan ja, een beetje haar zo, een beetje zo. Dat je vooral maar niet de rimpels ziet. Nou, in ieder geval, wat geldt voor meer charisma, is het voorhoofdvrij. Dus ik weet niet hoe je haardracht is. Hè? Misschien ben je man, ben je kaal. Nou ja, dan heb je in ieder geval je voorhoofd vrij. Maar heb jij dat nog niet, dan is dat wel echt de ultieme aanrader. Wij noemen dat in Hilversum, in televisieland, de gordijnen open. Dus dat je je werkelijk kijkt, hoe kun je de light of your soul gaan uitstralen als je de gordijnen dicht hebt. Hè? En dat je helemaal gaat verstoppen achter zo'n hele lange pony. En dan ook nog met een donkere bril. Ja, dat is natuurlijk niet zo handig. Dus gooi die boel lekker open. En ook niet van dat, je hebt sommige mensen hebben van het korte haar en dan zit dat zo heel erg zo naar voren, zo strak gekamd. Ik weet niet of je dat ook kent. Nou, ik hoop niet dat je dat hebt, maar alsjeblieft, weet je, doe dat uit je gezicht. Weet je, dan ontspant ook de hele boel. En kijk ook heel goed naar je huid, hè, dat je gaat kijken. En er zijn ook hele mooie oefeningen trouwens, hè, voor als je hier een hele erg frons hebt, dan kan je dit soort dingetjes gaan doen. Niet echt charmant wat ik nu doe. Maar dat je dus je gezicht gaat masseren. Dat je die rimpels gaat wegmasseren. En als je echt een hele grote zorgrimpel hebt, dan zou ik daar iets aan laten doen. Al ben ik niet voor botox. Maar als het echt heel erg storend is en je charisma dat het echt tegenhoudt. Dan heb ik het dus niet over deze lijnen, maar over een hele grote verticale lijn in het midden. Dan zou ik daar iets aan doen, omdat het je charisma te veel in de weg staat. Maar dat is mijn mening. En dat is wat ik zie. Dan kan je niet maximaal dat licht uitstralen. En dat is natuurlijk zonde. Pas ook op met brillen. Daardoor kan je heel lastig de ogen zien van die persoon. Dus kijk altijd of je een bepaalde bril kan vinden. Dat je toch die fonkel, die sprankeling, die kracht, die straling vanuit die ogen kunt doorgeven. Ondanks dat je een bril hebt. Of dat je dat misschien kan voorkomen. Dat als je op Normand Supreme, je geeft een lezing of je hebt een gesprek. Misschien kan je hem even afdoen. Omdat je dat toch niet echt heel erg nodig hebt om alles heel goed te zien. Moet natuurlijk wel veilig blijven. Kijk ook goed naar je huid, hoe die eruit ziet, dat je huid straalt en dat die fris is. En dat doe je natuurlijk door alcohol te beperken, goed te slapen, goed te bewegen, water te drinken,
regelmatig naar de schoonheidsspecialist voor een peeling, een massage of dat soort dingen. Dus ga die huid verzorgen, vooral als je boven de 40 bent en je wilt charisma blijven uitstralen, dan is dat ontzettend belangrijk. Dat wil ik zeggen over Hair Beauty. Attraction. Ja. Ja, bij attraction, dat hoort natuurlijk ook een stukje flirten. Dus even kijken, ik had er wel wat dingetjes over opgeschreven. Wat wilde ik daar nou over zeggen? Ja. Ja, wat wel vaak verward wordt is attraction. Dat mensen denken dat je dan een soort sexiness moet uitstralen. Om meer charisma te hebben. Nou, als je daarin te ver gaat, dus een te laag décolleté, een te korte rok, of hè, ook als man kan het allemaal net even te veel open zijn en dat dus je net even te veel borsthaar naar buiten gooit. Dat kan juist je charisma omlaag halen. Natuurlijk is het dan een statement zijn dat je zegt van kijk mij eens even. Maar vaak is het zo dat mensen op zakelijk vlak dan wel de quick deals willen sluiten, maar niet de lange termijn deals. Dus ik zou oppassen met te sexy zijn. Want dat kan dus je charisma naar beneden halen. Waar het met charisma, met attraction, dat is een punt dat heel moeilijk te vatten is. Ik heb daar ook een interview over gehad met Kim Kutter. Maar zij traint de Miss Nederland en de Miss Universe. Dames, en het is heel moeilijk te vatten, hè, van wat is nou dat charisma, hè, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met uitstraling, met geur, met persoonlijke smaak. Maar wat je in elk geval zelf kan doen, dat is je vibratie verhogen. En dat wil ik nu ter plekke gaan doen met je. En dat doe je door hele mooie woorden te noemen en te voelen in je lijf waar die woorden resoneren. Dus, nou, ik noem een aantal woorden die ik mooi vind. En dan kijk jij van, hey, waar resoneert dat bij mij in mijn lijf? Bijvoorbeeld in je keel, of in je hart, of in je hoofd, of in je benen. En we beginnen met rust. Waar resoneert rust bij jou? Relax. Of relaxed. Waar in je lijf voel jij relaxed? Liefde. Waar voel jij liefde? Onvoorwaardelijke liefde. Balans. Voel balans in je lijf. Voel je lijf meer ontspannen. Waar voel jij ontspannen? En wat denk je van onbezorgdheid? Onbezorgdheid. Waar voel je onbezorgdheid? Vrolijkheid. Waar voel jij vrolijkheid? En happiness. Iedereen wil happiness. Happy zijn. Geluk. He, en nu mag je die smile wel maken. Maak maar een smile op je gezicht. En sluit misschien heel even je ogen en denk aan geluk. En voel je gelukkig in het hier en nu. En voel je lijf steeds meer gaan stralen. En dat je lichter voelt worden. Het woord licht. You are the light of your soul. Waar voel je dat? You are the light of your soul. Ik voel dat hier in mijn hart. En dan wordt mijn hart van goud. En dan straal ik hem naar jou. En dan wordt jouw hart ook goud. En dan verzin ik er een denkbeeldig koor tussen. Tussen die twee harten. En dan is het niet meer you are the light of your soul. Of I am the light of my soul. Maar We are the light of our souls. Heel mooi liedje over. Dat gaat zoiets. I am the light of my soul. I am beautiful, I am powerful, I am bliss. I am, I am.
Je moet eens kijken, het staat gewoon op Spotify. Dat heet Bliss. I am the light of my soul. Maar hoe ik hem ook altijd zing is: You are the light of your soul. And we are the light of our souls. Het is niet alleen I, het is ook you en we. Dus ik wil dat nummer nog eens een keer gaan herschrijven. Misschien dat ik dat wel ga doen voor de theatershow waar ik mee bezig ben. Want dat is, ja, dat is ook wel echt een stukje waarin ik mijn light kan laten schijnen en kan laten zien. En wat ik fijn vind om te delen voor degenen die het graag willen ontvangen. Ja, dus als je dus die woorden, dat je dus, dat kan je in een meditatie doen. Of gewoon als je ergens staat te wachten, dat je mooie woorden opnoemt die belangrijk voor jou zijn. Ik kan niet Nederlands, wat ik net heb gedaan, maar misschien heb je meer met peace en happiness en growth en ja, ga zo maar door, ik kom er even niet op. Maar kijk welke taal resoneert bij jou en waar in je lijf voel je die woorden. Dus noem mooie woorden voor jezelf op en kom daardoor in hoge vibratie en maak dus contact met je eigen hart en met het hart van degene van wie je houdt. Of diegene nu bij je is, dat je partner is, of je kinderen, of je ouders, of misschien een onbereikbare liefde, of iemand die overleden is. Maar maak contact met jouw hart, met die ander. En dan gaat je vibratie omhoog. En wat heeft dat nou te maken met attraction? Als je vibratie omhoog gaat, dan trek jij dus andere mensen aan. En zorg wel dat dat mensen zijn waar je energie van krijgt. Want als dat mensen zijn die alleen maar willen meeliften op jouw licht. En die vervolgens dat je merkt dat ze het energie uit je halen. Dan is het gewoon goed om dat daar te laten. Dus nou, dan mag je ook gewoon om vragen. Van nou, ik wil graag mensen aantrekken die mijn light of my soul nog meer gaan versterken. En niemand heeft het recht om jouw light of your soul naar beneden te halen. En als iemand dat dus doet, dan moet je er heel snel mee kappen. Representation. Dat is de volgende. Kleding. Heel veel mensen zeggen, ja, maar kleding is toch helemaal niet belangrijk. En het gaat toch niet om wat je aan hebt. Dat is het dus wel. Want het is al heel moeilijk om die soul mission, de light of your soul, uit te stralen via je ogen. En dat is alleen niet voldoende. Dus je hele haar, je huid, je kleding, die draagt bij aan the light of your soul. Dus kies bewust de kleding die jou versterkt. En als je daar een advies op wilt, dan kan dat. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die mij vaak even appen van, nou, ik heb zo meteen een opname voor de tv en ik heb nu dit jasje, moet ik dan dat aan of toch dat? Ik raad in ieder geval, wat ik afraad zijn drukke prints, zoals bloemetjes en zo. Doe dat niet. Kan eventueel wel als een top eronder. Hè, dat geldt ook voor mannen. Een bloemetjes overhemd kan wel. Maar dan moet er wel iets effens overheen. Effen is altijd goed. Van die taupekleuren. Blauw, groen, bordeauxrood. Dat zijn, hè, dus niet te veel zwart en wit. Hè, gebroken wit kan wel weer mooi zijn. Maar het ligt ook een beetje aan de achtergrond. He, dat, wat een hele, dit is op zich niet de ideale achtergrond. Wit maakt altijd alles wat je ervoor zet harder. Een hele mooie achtergrond als jij bijvoorbeeld wilt vloggen of video's wilt maken. Dat is lichtgrijs, middelgrijs, lichtblauw, middelblauw. Dus dat zijn mooie kleuren. Dus kijk of je daar een band voor kan maken als je dat wilt. En ook voor foto's natuurlijk, hè. Maar goed, we hadden over kleding. Wat heel goed werkt altijd is een V-hals en verticale lijnen. Nou, ik heb speciaal voor vandaag dit jasje aangedaan, zodat je de verticale lijnen kan zien. Er zit hier een verticale lijn, er zit hier een verticale lijn, er zit hier eentje, er zit hier eentje, hier een, nou ja, en ga zo maar door, hè. En hoe meer verticale lijnen, hoe beter. Dus hou rekening daarmee als je je charisma wil vergroten, dat je dus die verticale lijnen van zo'n Colbert daar heel goed voor kan gebruiken. Dat kan dus als vrouw als man, want je kan als man mooi overhemd eronder hebben. En dan heb je nog meer verticale lijnen dan dat je als vrouw alleen maar een top eronder hebt. Dus heb je een extra voordeel erbij. Ja,
Zorg ook dat wat je eronder hebt, hè, als dat dan een V-hals t-shirt is, zou bijvoorbeeld, dat het dan niet zichtbaar is als man. In ieder geval niet zo'n rond halsje met zo'n rafeltje erin. Ken je dat? Dat oude t-shirt. Ja, je denkt dat het niet meer gebeurt, maar het gebeurt nog steeds. Dus dat in elk geval niet. Ja, dus hou die hals vrij, want de light of your soul kun je niet uitstralen als je dat helemaal dicht gaat zetten met hoge coltruien. En natuurlijk mag je wel eens een leuke coltrui aan hebben, maar wil jij op dat moment, is het belangrijk voor jou om je charisma te verspreiden, dan raad ik je aan om dit vrij te houden. En dus ook weer niet te laag, hè? Want dan leidt het af. Als je echt ja, in de degelo tegen te kijken, dan kijk je niet meer naar iemands ogen waar die ziel zit. Hè? Dus wat het mooiste zou zijn van kleding, is als achteraf niemand weet wat je aan had. Want dan hebben ze naar het licht van jouw ziel gekeken. Dus koop ook weer niet te leuke kleding, dat iedereen alleen maar kijkt. Oh, wat ziet er daar leuke knoop op die jas. En dan hebben ze helemaal vergeten waar jij het over hebt gehad. Dat zou natuurlijk zonde zijn. Het is mooie stoffen. Mooi satijn. Maar niet van die cheapo nepstoffen. Je kan beter één goed jasje hebben. Waarbij je een beetje kan variëren. Dan 10 goedkope jasjes. En het scheelt ook een hoop nadenkwerk. Een hoop kastruimte. Dus less is more. Less is more. Independence. Independence is heel erg belangrijk voor je charisma. En dat kun je dus. Je straalt het niet uit, hè, aan de buitenkant, maar je voelt dat van binnen. En met independence bedoel ik onafhankelijkheid. Onafhankelijke mening. Dus dat je onafhankelijk bent van anderen. Dat je dus ook bijvoorbeeld je ouders loskoppelt. En dat kan je doen door de meermethode. En de meermethode is, kan je ook op YouTube vinden. Die is niet van mij, maar ik gebruik hem wel vaak. Je legt je handen zo en die leg je dan vervolgens op je navel. En dan draai je rondjes zo. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen vader loskoppelen of moeder loskoppelen of ouders loskoppelen. En doe je wat je dan wilt, doe je 3 keer. Of misschien een ex loskoppelen of nog iemand die heel erg zijn of haar mening op jou ligt. Wat helemaal niet past bij jouw light of your soul. He, dus dan is het tijd om dat los te koppelen. En zo kan je ook doen missie versterken, missie versterken, missie versterken. Ja, dus dat is een hele mooie oefening daarvoor. Om onafhankelijker te gaan zijn. En met onafhankelijkheid bedoel ik ook financiële onafhankelijkheid. Kijk, als jij financieel afhankelijk bent van je partner of van de overheid. Dan gaat dat ergens knagen, want dat geeft jou niet de ultieme vrijheid om te zeggen en te doen wat jij werkelijk wil doen. Want er is altijd van, ja, maar als ik dat niet doe, of dat niet zeg, ja, dan ben ik straks mijn huis kwijt. En ja, dat gedruist zo in tegen veiligheid en stabiliteit. Dus ik raad je altijd aan om financieel onafhankelijk te zijn. En het gaat ook gewoon een kick geven. Als jij gewoon je geld verdient met jouw passie. Met jouw zielsmissie. En dat is genoeg. Hè? Ik train mensen niet om miljonair te worden. Maar ik train mensen wel om geld te verdienen. Met dat wat zij het allerliefste doen. En wat zij hier op aarde moeten komen doen. Dat vind ik belangrijk. Dat wil ik zeggen over independence. En geloof dat het kan. Er zijn er trouwens hele mooie meditaties voor. En affirmaties om je overtuigingen over geld, om die los te laten. Want iedereen, en zeg heel veel mensen, ja, nee, maar niet iedereen, voor iedereen is het weggelegd om geld te verdienen met zijn of haar passie. Nou, dat is dus één grote bullshit. Want dat is leven vanuit angst en niet leven vanuit liefde en overvloed. Waar ik in geloof en waar ik mensen mee help. Nou, we zijn al ver over de helft. Nog 3 te gaan. Self-confidence. Zelfvertrouwen. Nou, ik vind dat zelf denk ik wel het allerbelangrijkste onderdeel van charisma. Dat hoofdstuk heb ik ook geschreven in het boek. En niet omdat ik dat daarvoor mijn vinger had opgestoken, maar omdat ik hem heb toebedeeld gekregen.
Omdat ze zeiden, weet je, jij hebt zoveel zelfvertrouwen, ga jij maar lekker dat hoofdstuk over zelfvertrouwen schrijven. Nou, dat was dus niet zo. Ik heb altijd heel weinig zelfvertrouwen gehad. Ik heb ook vroeger trainingen gevolgd als kind op het gebied van faalangst. Bij mij was het zo, als ik geen 9 haalde, dan ging ik al huilen. Dus nee, ik heb daar best wel moeite mee gehad met zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen, er zijn 3 hele belangrijke dingen die je als kind meekrijgt om zelfvertrouwen te krijgen. En dat is, of eerlijk gezegd, waarom mensen geen zelfvertrouwen hebben. Dat is 1, als ze in de couveuse hebben gelegen. Dus couveuskindjes hebben minder zelfvertrouwen. En dat komt omdat ze op een heel belangrijk punt in hun rug niet zijn vastgehouden. Dat is dit punt hier. Ik laat hem heel even zien. Ik ga even staan. Dus dat punt daar. Dus als je ook iemand wil helpen, hè, een steuntje in de rug, dan is het heel mooi om die persoon daar vast te houden. Of dat je jezelf daar vast laat houden. Of dat je jezelf, ik heb ook een oefening waarbij je jezelf elke dag dus daar zo even vasthoudt. Hou vooral ook je kinderen daar gewoon vaak goed vast. Want babytjes worden dus zo vastgehouden, precies met die handen op dat punt in die rug. En bij couveuse kinderen is dat niet het geval geweest. En die hebben dus niet die gronding gehad die ze wel hadden moeten hebben. Het tweede is dat het ontbreken van een ouder in de opvoeding, dat ondermijnt enorm het zelfvertrouwen. En de derde is een dominante ouder. Dus een ouder waarbij je op je tenen moet lopen en niet helemaal jezelf durft te zijn, omdat het anders de harmonie in huis verpest. Door dat onderzoek wat ik gedaan heb, toen bleek, hey, ik heb alle 3 de categorieën gehad. En op het moment dat je daar dan bewust van wordt, hè, ik werd daar dus bewust van, heb ik die 3 dingen kunnen helen en is mijn zelfvertrouwen enorm gegroeid. En ik denk dat je makkelijker kan leren van iemand die het zelf niet had en wel heeft gekregen. En welke stappen heeft die persoon dan gezet om het te krijgen, dan van mensen die het al heel veel hebben, maar niet weten hoe ze eraan gekomen zijn. Die bijvoorbeeld een hele onbezorgde jeugd hebben gehad. En ik ben heel blij met mijn jeugd, hoor. Ik heb geen goede jeugd gehad. Maar het heeft wel ervoor gezorgd dat ik wat meer heb moeten doen om mijn zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ik heb daar een aantal oefeningen voor. Ik heb heel veel oefeningen voor gedaan, maar er zijn er maar 3 die werken. En dat zijn oefeningen voor zelfliefde, zelfkennis en zelfvergeving. En ik begin met zelfliefde. Met zelfliefde, daar is een oefening voor dat je zegt, ik hou van mezelf voor de volle 100%, nu en continu. Dus schrijf die zin maar eens op, ik hou van mezelf voor de volle 100%, nu en continu. Of je pen en papier bij de hand hebt, of doet het anders na deze online lezing. Maar schrijf hem op, ik en dan je naam, dus in mijn geval ik Lorraine. Ik zie dat Christina ook meedoet en Karin en Anita en Rut en super allemaal. Dus schrijf op bijvoorbeeld, Christina hou van mezelf voor de volle 100% nu en continu. Schrijf die zin op. Het is ook mooi om bij jezelf even te checken voor hoeveel procent hou je op dit moment van jezelf. Heel veel mensen houden van zichzelf tussen de 40 en de 70%. Nou, dat is dus veel te laag en dat moet naar 100%. Kan dat naar 100%? Ja, als je dit 3 weken lang 3 keer per dag opzegt, zit je op 100%. Krijg je hoofdpijn, bel me dan even op, want dan zit er een belemmerende overtuiging aan de grondslag die nog opgelost moet worden. Maar dat is meestal gaat het goed. Dus ik hou van mezelf voor de volle 100% nu en continu. En dat 3 keer per dag, het liefst hardop, 3 keer opnoemen. 3 weken lang. Dat is het recept. En misschien vind je dat een ongeloofwaardig recept, maar het werkt wel echt. Dus ik zou, en het werkt voor mij, het werkt voor mijn masterclass deelnemers. Ik zie hun zelfvertrouwen enorm groeien, tenminste bij de mensen die oefening gedaan hebben. Er zijn natuurlijk ook mensen die denken, en ik merk dat vrouwen de oefening sneller gaan doen dan mannen. Dan denk je, ja, dat is wel heel gek hoor. Dat kan natuurlijk nooit werken. Ja, dan werkt het ook niet. Nee. De tweede oefening is voor zelfkennis. En dat doe je door tegen jezelf elke dag te zeggen, ik hou van mezelf omdat.
En dan noem je 3 specifieke dingen. Dus niet ik hou van mezelf omdat ik ja, toch een fantastisch leven heb gecreëerd. Dat is een algemeenheid. Nee, ik hou van mezelf omdat ik vanochtend een half uur met de hond buiten heb gewandeld. Ik noem maar wat. En ik hou van mezelf omdat ik vandaag een liedje heb gezongen voor een bejaarde persoon. En zij die persoon heel erg blij heb gemaakt. He, dus dat soort dingen, dat je heel concreet benoemt waarom je van jezelf houdt. Doe dat ook 3 weken lang. Daarna kun je dat vol blijven houden. Maar na 3 weken kun je zien of dat voor jou werkt. Er kunnen maar zo hele mooie dingen gaan gebeuren. Dat er hele mooie mensen op je pad komen. Omdat jou ook door deze oefening jouw vibratie omhoog gaat. En je gaat dus jezelf steeds meer leren kennen. Want je gaat dus leren kennen wat jij belangrijk vindt. Waarom jij van jezelf houdt. En je gaat er ook meer van doen. Je gaat jezelf. En waarom we minder zelfvertrouwen hebben, dat is dat we vaak kijken van: ik was dit vandaag van plan, dat vandaag van plan. Ik heb dit niet gedaan, dat niet gedaan. Jezus, ben ik toch een loser. Nou, en zo wordt elke dag je zelfvertrouwen minder. Heb je misschien ook nog een partner die zegt tegen je van: je hebt dat niet opgeruimd, dat niet gedaan, je hebt dat. En als je partner al iets tegen je zou zeggen wat je niet hebt gedaan, moeten er 8 complimenten tegenover staan. Nou, dat doet bijna niemand. Dus het zelfvertrouwen van mensen wordt alleen maar minder en minder en minder. En ja, ik heb daar onderzoek naar gedaan. En het is echt schrikbarend hoe weinig zelfvertrouwen mensen hebben. En dat is de grootste oorzaak van angst. En leef vanuit tekort. Want mensen voelen zich heel erg snel aangesproken. En gaan daardoor vervelende dingen zeggen en doen. Misschien doe je dat zelf ook wel eens. En dat je alleen maar bang bent dat je niet goed genoeg bent. En dit voorkomt dat. Ja, dus niet meer benoemen wat heb je vandaag allemaal niet gedaan. Maar wat heb je vandaag allemaal wel gedaan waarom jij van jezelf houdt. Dat is zelfkennis. Dan gaan we naar zelfvergeving. Dat is de laatste. En zelfvergeving is dat je kijkt van: hey, Stel je bent gisteren en je bent ergens gefrustreerd over geweest. Iets wat een collega zei, of een familielid, of iets wat je op de televisie hoorde. Maakt niet uit. Ergens denk je, ken je dat? Nou, dan ga je denken, oké, wat maakt mij nou zo gefrustreerd? In welk deel van mijn lichaam zit die frustratie? Dat je die eruit visualiseert. En dat je denkt, hey, dat je het gaat spiegelen. Doe ik dat zelf misschien ook wel eens bij anderen? Of heb ik die persoon al heel lang toelaten staan om dat bij mij te doen? En wat maakt mij dan? En dat je daarvoor jezelf vergeeft. Dat je zegt, ik vergeef mezelf dat ik dat al die tijd heb laten gebeuren. Of ik vergeef mezelf dat ik het ook wel eens bij die ander heb gedaan. Ja, dus zelf, het gaat om vergeving. En dat je dat 3 keer tegen jezelf zegt. Ik vergeef mezelf. Ik vergeef mezelf. Dus 3 keer. En ook over die anderen, weet je. Ik vergeet het niet wat je gedaan hebt, maar ik vergeef je. Ik laat het nu los. Dus steeds alles in 3. Waarom? Geen idee, maar zo werkt het nou eenmaal met het universum. Moet in 3 keer. Nou, ik denk dat dat genoeg is over self-confidence. Volgens mij ben ik een beetje doorgeklikt. Maar dit was dus self-confidence. Ja, de ene laatste, media attention. Wees altijd media ready, zeggen wij bij de Unieke Ondernemer. Dus zorg altijd dat je je elevator pitch klaar hebt. Wil je daar meer over lezen? We hebben daar een heel mooi blog over. Over het belang van de elevator pitch, over de stappen van een elevator pitch. En als je die eenmaal hebt, hoe ga je dan met een elevator pitch om? Dus zorg in ieder geval dat je je pitch ready hebt. Wil jij meer media-aandacht? Zeg dan ja tegen interviews. Er zijn heel veel mensen, dat zegt Janneke van Heugde ook, van vaker in de media. Heel vaak zeggen we nee als we geïnterviewd willen, als mensen ons willen interviewen. Van ja, maar ja, wat heb ik dan te zeggen? Of van, ja, ik heb vast niet genoeg kennis. En zeg dus altijd ja. Ik heb nu iemand en die gaat een tv-programma in. En dat tv-programma gaat helemaal niet over dat vakgebied. Maar daarmee bereik je wel iets van 1 of 2 miljoen mensen.
En je kan het altijd naar je hand draaien. Ik ben ook weer geïnterviewd voor een heel groot landelijk tijdschrift. En dat ging over echt iets heel onbenulligs. Ik weet niet eens meer waarover het ging. Maar ik heb het helemaal omgetuned. Volgens mij ging het over geldzaken. En uiteindelijk heb ik Leef je dromen. En op een gegeven moment stond ik heel groot naast Wendy van Dijk en Vrouwtje de Bond met Leef je droom. Omdat ze zeiden van ja, dat interview past helemaal niet bij dat kleine kadertje. Dus we willen het nu heel groot uitlichten. En vervolgens zagen weer mensen van de Rabobank, waar ik net een lezing had gegeven. Oh, je stond ook daar en daarin. Dus dat was wel echt heel gaaf. Dus dat je, het hoeft niet altijd te gaan over jouw onderwerp om het toch naar je hand te zetten. En daar kan je dus ook mediatraining voor volgen. Je kunt altijd kwijt wat jij wil zeggen. Dus wat iemand ook vraagt, jij kan jouw zielsmissie daarin kwijt. En dat kun je oefenen. En het is ook heel leuk om dat te ervaren. Even kijken of ik daar nog meer over wilde zeggen. Media attention. Oh ja, ja, ja. Wat Janneke ook had gezegd. Dus je moet wel echt dingen durven roepen. En dan het liefst dingen die niemand anders roept. Hè, dus dat je een beetje gewaagde statements gaat bedenken. Hè, dus niet de gepaande paden. En ook dat je journalisten gaat volgen. Dus want journalisten zijn gewoon net als jij en ik mensen. En ja, die zijn altijd op zoek naar mensen die kennis hebben. Dus, en als ze jou dan in hun top of mind hebben, dan benaderen ze jou. Dus zorg dat je contact maakt met de journalisten op jouw vakgebied, waar jij ja, in de kranten en tijdschriften en tv-programma's of andere media waar jij graag in wilt staan. Dan moet je die mensen die daarachter zitten gaan volgen. Ik doe daar zelf veel te weinig mee, maar dat is wel echt wat Janneke van Heugt heel erg aanraadt. Van vaker in de media, daar kan je ook een lidmaatschap hebben, zodat je alle journalisten die een vraag hebben, die iemand zoeken, een expert, dan krijg je daar een mailtje van en dan kun je reageren. Dus, en zo ben ik best wel bij een aantal, heb ik in een aantal tijdschriften gestaan en ook in het NRC en ik weet het niet eens meer. Echt in heel veel kranten en tijdschriften. Ik heb ook een column gekregen in het Algemeen Dagblad. Dat heb ik 1,5 jaar gedaan. En dat ging naar 1,3 miljoen mensen. Dus dat is natuurlijk ook superleuk om daarmee in je zielsmissie elke keer naar voren te kunnen brengen. En die heb ik gekregen op basis van een heel mooi gesprek dat ik met iemand een keertje had op een boekenbal. En dat was echt al 3 jaar daarvoor. Dus je hebt ook een hele lange adem nodig. Ze zei meteen al van ik ga ooit een keer wat met je doen. En dat had 3 jaar geduurd. Maar zorg dat je altijd media ready bent. En dat je dus ook weer net bij die communicatie, dat je die oprecht gesprek hebt. Dat je een mooi contact hebt gemaakt. En dan komen mensen altijd wel weer een keertje bij je terug. En zeker als jij dus dan in een hogere vibratie komt. In een hogere frequentie. Dan gaan mensen ineens contact met je opnemen. Ga dan ook maar aan die mensen denken. En dan ja, werkt dat gewoon telepathisch. Dat ze dan jou gaan benaderen. Op het scherm zie je trouwens een van onze masterclass deelnemers, Jeanette. En zij had dus gevisualiseerd dat ze bij RTL Late Night kwam. Bij Umberto Tan. En ja, zij is ook door hem geïnterviewd 3 maanden na de masterclass. Dus ja, terwijl ze tijdens de masterclass had ze een baan. In die 3 maanden heeft ze een opgezet project gaan doen. En zat ze vervolgens daar bij RTL Late Night. Had ze ook op haar moodboard gezet. Dus dat is altijd heel mooi. Als jij in een bepaald tijdschrift wil komen, dat je dat op je moodboard zet. Ik heb ook een ander iemand getraind. En die had ook dat ze in een bepaald tv-programma wilde. En had ze zichzelf in zo'n ijstoel gezet. Ik weet niet of je dat kent. Een ijstoel die kan draaien. Dat is alweer van even geleden. En op een gegeven moment zat ze inderdaad in dat tv-programma. En zat zij in een ijstoel te draaien. Nou ja, het is ongelofelijk. Dus what you visualize, you materialize, zeggen ze wel eens. Hè? Dus wat je visualiseert, dat materialiseer je in het fysieke leven. Hier op aarde dus. Ja, je mind is heel sterk en beelden werken daar heel goed bij. Dus ga de dingen die jij beeldt om jouw charisma te versterken en waar jij wil verspreiden, ga dat alsjeblieft visualiseren. Authority, dat is de laatste. We zijn er bijna doorheen, authority. Ja, het allerbelangrijkste voor authority is stem. Dat zou je niet denken, we hebben het nu heel veel gehad over uiterlijk en dingen, maar het belangrijkste is stem. Dus ja, dat is ook heel makkelijk te trainen. Dus jij kan gewoon meer charisma krijgen door je stem te trainen.
Dat doe je vooral door je stem wat hoger te doen. Ik doe het nu ook bewust. Ik merkte dat ik een beetje was ingezakt. Hè? Misschien heb je dat ook al gehoord. En dan gaat je enthousiasme naar beneden. Dus hoog in die stem en dan kan je laag eindigen. Dan kan je charismatisch eindigen. Maar lekker die stem dus omhoog. Hè? You are the light of your soul. En dat is gewoon een hele mooie zin. Als je dat, en dat je ook gaat nadenken over wat is het belangrijkste aan die zin. You are the light of your soul. Gaat het om you? Gaat het om light? Gaat het om soul? Nou, ik denk dat het om light gaat. Oké, okay, dus you are the light of your soul. En dan nog zonder pauze, you are the light of your soul. You are the light of your soul. En ga er dus lekker mee oefenen. En dan wordt hij steeds beter. En ik kan ook tegen jezelf zeggen, I am the light of my soul. En ga, zeg het maar eens tegen jezelf, I am the light of my soul. We are the light of our souls. He, wij, degene die nu die online lezing volgen, of bijwonen, of terugkijken. He, we are the light of our souls. En het is tijd dat wij ons licht gaan verspreiden. He, dat je de wijde wereld ingaat. Heel erg belangrijk. Dus de stem natuurlijk is ook je houding belangrijk. Altijd natuurlijk schouders recht. En als je loopt, dat je benen. He, Beyoncé, die loopt dus met haar benen voor haar lijf uit. En heel veel, wij gaan heel vaak... Zo, dus eerst komen de schouders en dan komen die benen erachteraan. Maar je moet eerst de benen en dan komt de rest. Dus dat kun je gewoon vandaag ook al gaan oefenen. Dus dat je ja, bijna als maxima door het leven loopt. En dat gaat je meer authority geven. Kortere zinnen. Duidelijk, kort, krachtig, hoog, laag eindigen. En dan krijg je meer authority. Dit zijn de 8 stappen van charisma. Dit is de online lezing. Ik zou zeggen, you are the light of your soul. Ga naar buiten. Vandaag tijdens deze opname schijnt de zon. Dus het mooiste is om natuurlijk die zon dan te oh, gooi bijna een karaf om. Om die zon dan te pakken en dan het licht in je te laten komen. Helemaal door je lijf heen. Naar beneden. Naar het middelpunt van de aarde. Daar pak je een citrien, een mooie citriensteen. Citrien staat voor zelfvertrouwen. Ik had er ooit citrien in een ring. Dan ben ik die ring toch kwijt, verdorie. Maar goed, pak die citrien terug door die benen, naar je hart, dat licht. En dan schijn hem vanuit je hart, schijn het vanuit je ogen. You are the light of your soul, versterk je charisma. Dank je wel.